Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Medavi version tegen Rakusho. Medavi version. Manavi. Manavi, dat is daar een quicker. Manavi. Oké. Even kijken of ik zometeen wel door die witch heen kan. Want ik heb op een verkeerd moment gesaved, dus ik moet die hele cutscene weer opnieuw kijken. Dat ze allemaal één voor één weggaan. Nou, kikker gaat dood. Dat deed heel weinig damage. Ja, dan heb ik ook eerlijk gezegd liever die ouderwetse fade in, fade maar out. Maar het zou gewoon helpen als ze allemaal gewoon tegelijk bewogen. Safe. Ja, dat zal inderdaad al een flink tijd kosten, ja. Oké, anti-air is OP voor die kippen. Er is één kip al. Kapotting. Even kijken. Nou, dan weten we dat we dat kunnen gaan doen voor later. Ik heb voor nu geen anti-air gedaan. Ik heb even een andere tactiek gebruikt. Misschien doet het wat, misschien doet het niks. Wie weet. Oké. Ik heb maar gewoon zodat je altijd naar voren kijkt, een robot zeg maar erbij gepakt die heel erg traag is. En kan wenden. Nou ja, dat hun nooit mij kunnen attacken wanneer ik met mijn kop daar sta, ja. En anders wissel ik soms dan ook over een anti-air. Want eerlijk gezegd zit ik wel echt na te denken van oké. Nou, ik weet wel dat de eindbaas ook heel veel destroy gebruikt. Wat heb je dan zometeen nog meer allemaal? Dat ze dezelfde A. Ja. Maar oké, weet jij nu wat jij nou nu hier zegt? De eindbaas gebruikt ook veel destroy. Gebruiken deze klinkt dat ook over, oké, maar dat de eindbaas destroy doet, dat maakt mij geen klote uit. Ja. Dat vind ik raar. Maar kijk, dat eindbaas gigantische onzin is, dat maakt me niet uit. Daarvoor is het een eindbaas. Een baas voor het einde. Kom op, niet spiralbot op die. Nou ja, het zijn zo. Verdedig nu! Zo, defense, heb ik. Misschien moet ik die ook maar gewoon bovenaan zetten, want ze hebben letterlijk niks kunnen doen tegen die bot tot nu toe. Ik ben ook heel erg benieuwd, wat doet. Ja, oké, de strooi doet wel iets op deze. Ligt maar aan welke defense. Misschien doet gebruik, de strooi niks als ik iets moet gaan defenden. Je hebt zo'n zilveren defend, dus die raakt sowieso niet. Ja. Nee, klopt. Nou ja, dit is niks. Ik moet waarschijnlijk ook gaan wisselen naar anti-air. Kaboom. Want als ik die kikker nou had geraakt met die move, dan was de kikker al dood geweest. Ja, dat was inderdaad een hele mooie kaboom geweest. Want nu. Nope. Dan. Ik verlies te veel. Nee.
Ik wou net zeggen, als je nog andere moves hebt naast Destroy, ga ik me echt afvragen van oké, wat moet deze game? Nice. Oh, niet nice. Oh, hij loopt voor. Ja, klaar. Wat? Dan wordt hij vals gespeeld. Hé, hey, ik loop voor. Oh, wordt gigantisch vals gespeeld. Ik moet alleen even de cheat aanzetten van Nick op hoofd. Ja, ik heb hem ook verslagen. Ik speel toch niet tegen Sander? Yay. Oh shit, oh, snel door, spiek nog aan. Go, 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 go. Een arm van die kikker. Maar die wou ik niet. Sander had er waarschijnlijk bij part 5 opgegeven. Je kan gewoon destroyen met een kip. Ja, ik krijg de hoofd van de kip, dus ja. I call shenanigans. Nou. Wat moet... Erika gaat terug het kasteel in. Ik ga dat niet meer doen. Ben ik verplicht om dat te doen? Oké. Nou, we gaan mooi terug. Oh. When I go again, ja, flikker een end op. Wat? Oh nee. Okay, ik mag hier weg toch, neem ik aan. Ja. Excuse me. Wat is er? Nee. Milan, we moeten nog een keer. Ja. Godverdomme. Maar bij die Dark Master stond zo'n klein meisje, hè? Die moeten we nou eruit halen. Wat een kut game is dit ook. Maar ik mag niet nog... Maar moet ik dan via de achterdeur weer naar binnen? Holy shit. Maar ze laten me niet binnen. Oh ja, gewoon via dezelfde weg. Nee, ik heb het al. Je moet dan eerst met die man praten en daarna pas weer met Erika. Nee, je moet een klein stukje naar beneden. Dus naar de central ding en dan... Ja. Maar ik wil hier niet in. Dit spel... Echt. Mm-hmm. Sidequest. Ik wil dat werkelijk nu gewoon weten van waarvoor doen we deze onzin. Die is er niet. Ja, oké, waar is de main quest? Ja, dat zou nog wat zijn, hè? Oh. Ja, Jordi, ik heb tegen je gelogen. De main quest is, je moest praten tegen de moeder en dan kreeg je de credits. Je moet tegen Milky vechten. Dat was echt wel zo'n ding geweest van... Ja, wil je de credits zien? Dan moet je deze rare stappen doen... Dan kom je uit bij de credits. Ziet er wel een beetje raar uit. Ja. Milky heeft kut dingen. Ik heb geen anti-airs. Dus eigenlijk had ik deze bot alweer weg moeten doen. Is die een air-ding bij jou? Nou ja, oh, ze heeft één air en twee C-dingen bij mij dus... Nou ja, als ik geluk heb, kan ik hem raken in één keer. Oh, verdomme. Ja, en die is zo kloot, omdat... Rokusho is bij mij nu net Maar bij mij, toen ik over die beurt ging, krijg ik die banaan. Ik damage. Alleen ja, mooi, niet je hebt je beurt geweest. Haha. Ja? Nee, hoe het werkt is als jij naar het middenstuk loopt... Ja. En je krijgt die bananenschil... Oh, ik ben al een bot. Dan vergeet je hem. Maar je krijgt ook altijd gewoon standaard damage. Ja. Oké, zijn bots zijn wel slecht qua AP. Oh. Nee, klopt. Het scheelt dat ze niet goed zijn.
Toch even, dat had er nog bij moeten komen als ze ook nog goed waren. Oh mijn god, ik zie het nou. Je moet nog wel helemaal naar het midden lopen. Wat een onzin. Ja. Jezus, wat leuk, een hè? Zeik. Leuk ding is het, hè? Wie heeft dit bedacht? Ja. Want die garnalen doen aardig nog wat doen aardig damage. Oef. Want ik ben ook al twee medabots nu kwijt. Eén wat ik nog over heb is Rokusho. Met een koersje kan ik nooit echt mooi mikken op dingen. Dat klopt. Ja, maar daar waren we ons dus al heel erg achter, ja. Nee, geen bananenschild. Ik vind de bananenschild het meest irritant wanneer je ook letterlijk net begint met lopen. Kut bananenschil, inderdaad. Want dan maakt deze echt zo ongelooflijk kloot. Hij doet ook hoofddamage altijd. Wauw. Ja. Omdat je op je kop valt, hè? Yup. Zoals ik al zei, dit is echt een klote fight. Want die bananenschil, dat is ook letterlijk de enige move die iedere keer doet. Ja, time is up. Ik heb deze verloren. I know. Ja, banaanschil. Oké, leuk. Ja, leuke fight is het, hè? Deze fight. Ik moet er een beetje om lachen. Yeah. Ja, lachen om het huilen te verbergen, of niet? Tief op met je banaan. Nou, oh, je kan niet eens je Metaforce chargen. Nee, alles wordt gecanceld. Echt ook? Ook een gewone Je Metaforce, je normale attacks. Een Metaforce attack zelf. Alles wordt gecanceld. Ja. Alles wordt gecanceld. Het is echt een onzin ding, hoor. Hij kan ook nog over mijn chain gun heen. Tegen Milky, hè? Wauw. Ja, het is een hele leuke fight. Het is echt een hele leuke fight, dit. Nee. En ik help mensen er graag aan te herinneren. Wij hebben geen idee hoe ver we zijn in deze game. Doe dat eens. Weet je wat? Dingen lopen toch door. Ik ga even kijken. Zijn we op de helft? Waar zijn we? Ja, verdwaald. Dat zijn we sowieso. Nou, deze game. Misschien net een derde. Milan, ik wil het graag herhalen. Ja, dat zou ik best geloven. In deze tijd had ik misschien al hele generations kunnen doen. Ah.
Holy shit. Maar, gewoon even, no joke, maar echt. Want de ding wat ik las was speedrun ding. En die was hier na 3,5 uur. Heeft die Rubber Robo medals. Ik heb geen idee hoe hij hier komt na 3,5 uur. Maar hij was hier met 3,5 uur. Geen idee, mogelijk. Ja. Maar die was dus daar. Nou, dit is wat, part 24? 24? Nee, het is verder, denk ik, dan 24. Parts zijn ongeveer een half uur, hè? Ja. Oké, okay, nou maakt dan op zich niet zo heel veel uit, maar... Minstens. E4T, dit is misschien een part 24. 12 uur zijn we hiermee bezig. Yay! Dus dan zouden we nog zeker 24 uur mee bezig zijn met deze game. Jij ging erin mee. Milan, wat heb je ons aangedaan? Ja, ik had ook niet verwacht dat deze game zo lang zou zijn. Mm-hmm. Ik denk van, oh, deze game is 10 uur, 12 uur. Nou, 12 uur is het in ieder geval, we zijn nu al 12 uur bezig. Dat is het ook. Ik vind het een hele rare game. Ja. Ik vind het nog raar dat ik eigenlijk ja je tegen heb gezegd nu ik weet hoe lang deze game is. Alleen ik kan niet zo goed stoppen, zeg maar, als je snapt wat ik bedoel. Want ik moet heel eerlijk zeggen, het is niet echt dat ik plezier uit deze game haal. Snap ik. Nee. Nee, wat ook nergens op slaat deze game. Ja. Maar ja, daar heb je niet zoveel aan. Want normaal zou je zeggen van... Oké, jongens, prima, gooi de speedknop aan. Maar dat helpt hier ook niet. Yep. Dat is nog even om nog even een kleine gradatie erger te maken. Dat helpt hier niet. Yep. Dat is een beetje het probleem, eerlijk gezegd. Nou, ik zit alles vol met metaphors. Nee. Ik ben net tegen de opnieuw tijd begonnen dat hij er klaar mee is, kan ik weer door. Want was jij klaar met Milky, of... Yep. Okay. It is the Milky Way. The Milky Way, hè? Helikopter. Nou, raak alsjeblieft de helikopter. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, dan heb ik tenminste de granaal kapot. Yay. Dat is tenminste wel mooi aan flow. Letterlijk alles kan je kapot maken als je maar één keer hit. Ja? Zo. Goed zo. Nou, deze heb ik wel gewonnen. Ja. Ja, was op zich ook weinig voor nodig. Oh ja, van. Oh. Wauw. Een kerken met allemaal kleine kinderen. Ja. Meer zo van, jongens. Waar de fuck zijn we mee bezig? Dat gaat niet goed. Want kinderen worden ontvoerd, foto's worden gemaakt van kinderen. Ja. Zo. Dit is op zich wel geinig van. Yep. Blijkbaar worden kinderen ontvoerd. Zo werkt dat. In deze game zo van... je staat in een rij en huppakee. Klaar. Ze worden meteen ontvoerd. Ja. Mhm. Oh, mee. Oké, als je Milky hebt gehad, om het een heb je een fight tegen twee dingen die letterlijk weer opnieuw in het eerste stuk van de game. Ik wist niet dat er een metafoor was met drie bananen.
zou me niet eens verbazen. Ja, en als je heel pas is er zometeen een metaforce die alleen maar bananen gooit. Iedere beurt, iedere seconde Fikken krijg je een banaan op je kop. En top met je bananen. Nee, de ene keer doet hij ook 10 damage en de andere keer 1 damage. Nou ja, het is tussen de 1 à 10, dus dat valt nog mee. Flinke damage. Maar ja, het is inderdaad wel flinke damage. Damage. Nou. Raak je hem of raak je raak hem je niet? Raak je of raak je niet? Je raakt niet, oké. Magische poeder. Nou, langzaam zeker meer een kwestie van, oké, is er een manier waardoor ik dingen wel kan raken? Oké, prima, waar kan ik het krijgen? Ik geef je een eerlijk antwoord. Ik heb Milky verslagen, kabuum. Wat heb ik daar nou aan, Milan? Ja, true. Mooi. Ik krijg ook echt alleen maar de cut parts. Hé, hey, mijn bed evolved. Zie je, ik zei toch dat andere medals ook kunnen evolven? Ja, nee. Ik weet niet wat... Nogmaals, ik ja, weet maar niet dat wat, op. Wat je daaraan hebt, want dat is nog niet helemaal duidelijk. Viel me een tijd geleden al op dat die dingen kunnen evolven. Ze worden vaak niet mooier van. Nou, als die heeft evolved, krijg je vaak een extra... Nee, niet metafors. Misschien krijg je meer stats. Nee, klopt ook niet, want ik heb het gekeken. Is ook niet het geval. Ik wil bijna zeggen, het is puur cosmetisch. Dat hebben we een plezier. Want extra damage doe je er niet van. En de game geeft wel aan van ja, je hebt je metaforce gekregen, succes. En dat krijg je niet met de level. Gemis. Wat een gemis. Nou, kom op, chain reaction, meteen alles kapot maken, dank u. Volgende. Net weer niet. Goed, ik mag tegen... Oh, lol, ja, tegen strike. Die beren. Handig. Ja, ik zei het toch, begingebied. Leuk. Wat ook weer zo super logisch is van... Ja, je mag weer tegen beginbeesten. Ja, maar ik... Yeah. De muis kan je alles al kopen. En de beer, als je een beetje grindt in het begingebied... waar je niet zo heel veel hebt... had je de beer al kunnen krijgen, dus... Excuseer mijn Frans voor, maar... Ja. Zoveel zin heeft dit dus niet. Kom op, chain reaction. Niet genoeg. En nu moet ik ook nog oppassen dat ik niet... zometeen mijn spul verlies. Welk nadeel? Ja, opnieuw, je hebt zo'n raar nadeel als je 3 met de bots hebt. Ja. Dat ook al... Maar die leeft al toch drie met de parts dan nog. Kill dan niet, toch? Dan word je het alsnog gezien als te verliezen. Mm-hmm. Dat raar. Nee, dan niet, maar als het al begon met 3 tegen 2, dan wel. Leuk. Van die weer super eerlijk is. Sad. Ja, verloren. Maar is dat de eerste of de tweede? Hij deed een break. Zeg geen tweede. Ja, hij deed een break op mijn hoofd. Oké. Okay. Nog 5 minuten. Het was nog maar de eerste fight. Hoe lang hebben we nog? Ja, oké, dan doe ik nog een poging. Anders had ik gezegd, weet je wat, ik sta wel stil. Maar als het nog 5 minuten is, dan doe ik nog wel een poging. Zo.
Nou, dan doen we gewoon wat iets ingewikkelders nu. Spamming. De merk. Gewoon maar met een voor spammen. Even kijken. Oké, die. Dat is zo typisch, want als Merabee dus Chaingun gebruikt, dan herhit hij twee keer. En als mijn andere bot Chaingun gebruikt, dan springt hij er gewoon elke keer overheen. Vermoeiend vooral. Dat is waar. Super logisch. Ja, maar dat is deze game over het algemeen. Oh wee. Oh wee, meteen mijn hoofd. Melk in mijn benen, dat valt nog mee. Zo. Mogelijk. Waarschijnlijk weer missen of niet? Ik vind het ook zo jammer dat je je metaforce niet kan richten. Zo. Nee. Ja. Maar ja, laten we veel eerlijk zijn. Ja. Er zijn heel veel toevoegingen geweest de afgelopen paar afleveringen. Waarvan ik zeg van. Als je dit had gedaan, was de game beter geweest. Als je dit had gedaan, was de game beter geweest. Ik denk dat ik ondertussen nu wel zo'n lijstje heb kunnen Yep. maken. Dat wij bij wijze van spreken de game nu al klaar hadden kunnen hebben. We hadden al door twee Pokémon games heen kunnen zijn. Qua quality of life. Nou ja, met de tijd die we nu Ja, hierin hebben dat besteed, is wat ja. anders. Want die games zijn zo traag, vooral Colosseum. Zolang het geen Colosseum of XD Gale of Darkness is, want dat doet iets langer, maar ja. Never. Ja, ik ben heel benieuwd wanneer Nando dat weer gaat oppakken. Als speedrun. Want hij zei dat hij ermee bezig wilde gaan, dus ik ben benieuwd. Zo. Weer met een force erbij. Kan ik hem nu raken? Game zegt nee. Dat is heel jammer dat de game nee zegt. Oké. Nou, doe maar een strikey. En doe maar een hamertje. Misschien doet het iets, misschien doet het niks, wie weet. Nou, dat doet ook niks, maar wel meteen weer burn. Ja, en ondertussen ook stiekem heel eventjes een appje beantwoorden. Op is de concentratie, Milan. Ja. Ja, ik sta om 5 minuten voor Niet je zo'n deur. appje, Oeps. maar wel dat je denkt van daar moet ik op reageren, want anders gebeurt er iets waar ik geen zin in Zo'n heb, zeg appje. maar. Weet je wel, zo'n appje is dat. Nou, zo erg zal het niet zijn, maar Dan krijg je qua een service gehad urgentie. met Ja. citroen voor de deur. En nu is het mooi, want nu heb ik geen cam. Dus dan kunnen mensen ook niet zien dat ik daarmee bezig ben. En nu heb ik dat eigenlijk alsnog genoemd. Ik heb de battle gewonnen. Ja. Ja. Nou, Dat. even kijken. Mooi. Ik niet. Ik ben nog steeds bezig. Ik loop achter. Nee. Oké. Oh, Ja, doe maar fuck. dat. Rocker Show. Ja, en daar gaan mijn arm. Dus Rokusho heeft niks meer. Gelukkig was ik zo slim om maar meteen een special te doen. En om niet andere dingen te doen. Maar ja, nu Rokusho niks meer heeft, ben ik heel Dat erg zou zo bang maar dat eens kunnen. Och, er komen weer Rubber Robo hij Boys zometeen aan, hoor. gewoon neergaat.
Ik denk dat als jij klaar bent, dat we dan gewoon de aflevering beëindigen. Dan ga ik de Robo gebeuren de volgende aflevering wel doen. Want ik ben gewoon niet zo in de mood voor Rubber Robo. Ja, prima. Yep. Dat zijn wij nooit, dat is het probleem. Jee. Na tijd gewonnen? Laat me raden, verloren of... Oh, nice. Oh, gewonnen. Wauw. Nou, dan wil ik iedereen bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vonden jullie dit nou een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog, want ik ga de volgende keer weer. Adios, amigos.